Filip, de bus begonnen als sporter, zeg maar eigenlijk. Ja, vertel het maar eens wie het begonnen is. Ja, als tennisser ben ik inderdaad mijn hele leven ben ik tennisser geweest, tot nu toe. Dat is begonnen als ik een jaar of 4, 5 hoor. Zo lang dat ik me niet kan herinneren dat ik met pa en mam met ging naar tennisclub Mulder in Maastricht. En dat ik daar eerst een beetje tegen de muur houde, want ik mocht natuurlijk nog niet op de grote baan. En later heb ik van de pap tennissen geleerd in mijn eigen op de tennisclub. En ja, goed, dat heet, op een gegeven moment word ik jeugdkampioen van Meergaten, toen word ik seniorenkampioen van de tennisclub Meergaten. Toen word ik Limburgse jeugdkampioen, wieg 12 voor. En dat heeft zich doorgezet tot mijn 18e. En toen heb ik een paar jaar toch wel op redelijk nationaal niveau in Nederland getennist. En Limburg, meervoudig Limburgs kampioen. Nederlands B-kampioen, A-kampioenschappen gespeeld, internationale toernooien gespeeld. En ik heb het zelfs nog doorgezet wie ik 50-plusser word. We hebben ook nog internationale toernooien gespeeld. Zijn we nog nationaal kampioen geweest met de Burgt. Wie de Burgt nog? De Burgt wordt op de langste A2. En later met Asten, met een paar vrun, zien we nog nationaal kampioen worden, zelfs nog tweede van Europa. Dus ja, mijn hele leven is wel doorspekt door tennissen. Dat kan ze wel zeggen. Dat klopt. Dat heb ik een beetje zelf persoonlijk allemaal meegemaakt. Ik heb vroeger een foto van gemaakt met een wilhoren. Ja. Maar is ook nog het anders begonnen. Dat tennis is een beetje doorgegroeid natuurlijk toch wel. Maar daarnaast ben je nog andere dingen gaan doen. Vertel eens. Nou ja, op een gegeven moment ben ik wie ik een jaar of 7, 28 was, wie ik nog niet getrouwd worden in die tijd. Ongesproken door een vriend van me in Maastricht, chef Struiken. En die zag van, god, heb ze niet een zin om met een paar rondjes op het circuit van Zolder te draaien. Heer houdt toen een tourwagen. En nou ja, ik ben altijd gek geweest van auto's, dus, maar ja, dat wil nog niet zeggen dat ze het kind op het circuit. En toen heb ik een paar rondjes op het circuit gedraaid. En dan zit er van, god, daar heb ze wel het talent voor. Heb ze geen zin om de 24 uur van Zolder met te doen. En toen we worden kite, gelukkig 2 maanden hadden we een licentie gekregen, een nationale Belgische licentie hadden we toen. Ik woonde toen in België ook. En toen ben ik zodoende ook begonnen in de autoracen. En dat heb ik een paar jaar gedaan, met veel plezier. Wie ik nog vrijgezel was, wie ik toen iets serieuzer ging vrijen. En mijn toenmalige partner was er niet zo met eens. Dus toen ben ik gestopt met de autoracen. Nou, mijn toenmalige partner was heel erg blij. En ik eigenlijk ook, want de voldoening met de muziek is vele malen groter. En toen ben ik weer rond mijn 31ste ben ik in bandjes gaan spelen. In eerste instantie in de kroeg. Of we evenveel bier dronken als de nummers op de setlist stonden. En dat eigenlijk meer een grappig uitje was. En verzopen meer als dat verspeelde. Maar allengs, met stapjes, word ik toch eigenlijk ook een beetje ambitieus in. En toen... Mag ik even onderbreken, want ik wil toch nog even terugkomen. Je bent met de muziek begonnen, maar daar hebben we de volgende keer nog een uitgebreider over. Maar de deed toen al die dingen erbij. Ook nog dat tennissen, waar ook nog de hubs in pijten. Op een gegeven moment, tenminste, ik heb het ooit gefotografeerd op een rallywagen met een gitaar en met een tennisraket. Dus je hebt in een tijd lang ook al die drie dingen gecombineerd. Ik heb een tijd lang inderdaad alle drie die dingen gedaan. Ik word toen, als ze dan einde 20 bis en niet meer dagelijks tennis, dus daar simpelweg geen tijd meer voor hubs. Dat was ingehaald door de jongere generatie, maar ik dubbelde toen nog heel veel met Rob van Oppen, de bekende Limburgse tennisser ook. En die dubbels, die won ervoor nog. Dat waren de shows, veel kosten dat alle twee. En dat begrepen die andere gasten dus niet. Dus die veel waren denk ik de laatste van de baan nog zaten. En die andere gasten, ja, die waren natuurlijk hyper nerveus. En veel dingen dat zo heel locker even erbij. En door de ervaring. En toch, ja, verkosten toch natuurlijk alle twee nog wel een potje tennissen. Zo einde 20. Want er voor nog dikke beternooien in de dubbel. Nou, dat heb ik natuurlijk heel lang erg leuk gevonden.
Maar ja, goed, de ambitie om het echte werk is natuurlijk de single, kampioenschappen op nationaal niveau. Dat kon zich toen natuurlijk niet meer aan. Ja, zo gezegd, ik had altijd andere interesses. Muziek heeft me altijd gefascineerd vanaf dat ik ook kind ben. Maar ik heb nooit gedacht dat ik daar mijn beroep van kon maken. Heb je ook nooit die verdere tenniscarrière geambieerd? Wie een Tom Nijs is van die generatie, een beetje. Ik begon nog te herinneren dat hij weer is gekomen. Heb je niets geambieerd om een tenniscarrière te beginnen? Heb ik wel. Wie is dus zeg maar 16, 17 jaar geworden. Toen heb ik er ook echt alles voor gedaan. Ik heb toen ook bijna een jaar in Spanje gewoond. Ben toen teruggekomen. Word toen op die van een paar weken won ik alle B-toernooien en word ik A-speler. En toen was eigenlijk een beetje het breekpunt. En de nummers Ton Nijs en Mark Albert worden toen een jongboer ook veel met tennisde. En dan is het de kunst in de satelliettoernooien, wie ze dat noemen. Dus dat zijn de beginnende proftoernooien. En toen heb ik ook een serie van met gedaan. En toen hou ik toch gezegd van, dit is mijn wereld niet. Dat is de kunst in één keer een hele andere, dus het proftennis kunst in één keer een hele andere wereld terecht. En dat was niks voor mij. Dat was te eenzijdig. Die jongens houden alleen maar de hele dag over tennissen, alleen maar over fit zien en dat, en blessures en dit en dat. En dan krijg je ook de voorbeelden van een Paul Dogger toen, ook van die jongens die er helemaal onderdoor aan gingen. Dus alleen maar gefixeerd te zien op tennissen. En daar waren dan mijn interesses ook een beetje te breed voor. En ik hou toch eigenlijk een beetje mijn hele jeugd aan vergis zich niet, dan ben ze al vanaf 5-6 jaar bezig. Dus als ze dan rond 18-19 bent, dan ben ze daar al een klein half mensenleventje daar al mee bezig. En op een gegeven moment gingen de ambities weg. Oké, dan gaan we voor de volgende keer over hebben van de bandjes naar Phil B.